LTC natuurlijk in het vertrouwde groen. Tegen de Vriezen uit Hallingen. Vanaf de aftrap laat de trainer van LTC, Herman Timmer, zich duidelijk horen. De volgende. Iedereen moet in duel, maar dat wordt niet echt gedaan. En dus kan Zeerobbe in de aanval. Hier met Hugo da Silva. 1 man voorbij, 2 man voorbij, 3 man voorbij. En dan gaat hij naar de grond. En dit moet toch eigenlijk een rode kaart zijn. Maar René Hogeveen ontsnapt. Want dit was toch gewoon een doorgebroken speler. Blijft natuurlijk wel staan. De vrije bal voor Zeerobbe. Achter de bal Dylan Drent. Maar hij jaagt de bal ver over de goal van Jelle van der Veen. Opnieuw Zeerobbe. De ploeg die dus heel veel scoorde in de competitie. Maar net geen kampioen wist te worden. Corner voor de gasten. Genomen door Drent. Bal blijft liggen. Komt voor de voeten van Reinier van der Stap. En die gaat naar de grond. Omdat hij het voetje voelt van Johan van Dijk. De spits die mee terugkomt bij de corners. En hier. Ja, het is per ongeluk natuurlijk. Maar de penalty komt wel voor Zeerobbe. Achter de bal de topscorer aan de kant van de gasten. En dat is David van der Pol. Hij maakt er in competitieverband 24 en schiet nu ook raak. Hey, scheidsrechter, ik wil een cadeautje. Hey, hallo, wakker worden. We zijn begonnen, ga ergens om. Zegt Herman Timmer. Hij is het duidelijk niet eens met de gegeven strafschop. Maar goed, het is 1-0 en hier wordt het 2-0 voor de gasten. Denkt iedereen in het geel. Maar scheidsrechter Lips keurt de goal af. Zou een overtreding gemaakt zijn? Op Avin Rashid Hussein misschien? Nee, niet te zien. Bal gaat er gewoon in, zou je toch zeggen. Maar op advies van de assistent scheidsrechter wordt de goal afgekeurd. Dan mag je zeggen dat LTC daar goed wegkomt. LTC dat slecht voetbalt in de eerste helft. Ontzettend ongeconcentreerd is. Zoals hier ook. En komt hij dan wel de 0-2? Ja, die komt nu wel. Het is opnieuw David van der Pol. En wat een blunder zeg. In de defensie van LTC. Wat kan de ploeg uit Assen dan zelf? Dit is pas de eerste gevaarlijke actie voor de goal van Zeerobbe. De bal via de doelman Theo Nota op de lat. De voorzet was het, of was het een schot van Marcel Meijer. Zeerobbe. Met Dylan Drent. Een van de sterkere spelers aan de kant van de Geelhemden. En het is kort voor rust ook nog 0-3. Hicor da Silva is de maker. En dan ziet het er heel erg zorgelijk uit voor LTC bij rust. Goed, tweede helft. Wint mee en wie weet is er nog wat mogelijk. Marcel Meijer, de voorzet richting Van Dijk. Van Dijk, Van Dijk! Ongelooflijk zeg, die moet er gewoon in, Johan van Dijk. Kwartier nog te spelen. Corner, LTC en daar toch de 1-3. Slecht verdedigd aan de kant van Zeerobbe en LTC doet dus iets terug. De goal is ook wel verdiend. Op basis van de tweede helft dan. 1-3. Dan zou er nog wel wat kunnen volgende week in Hallingen. Maar dan moet je het wel op 1-3 houden. En liefst nog een 2-3 maken. Maar wat gebeurt hier? De 1-4 valt binnen. Wat gelukkig. Maar hij zit er wel in. De maker is Marcel Visser. 1-4. En dan ziet het er heel, heel erg somber uit voor LTC. En wordt het dan ook nog 1-5? Nee. Want Dylan Drent schiet over. Het blijft bij 1-4. LTC op de drempel van degradatie. We hebben wat ervaring opgebouwd met de na-competitie. En we zijn vaker uit een totaal kansloze situatie teruggekomen. Maar dat het heel lastig gaat worden, dat mag wel duidelijk zijn. We hebben gewoon de eerste helft gewoon vreselijk laten liggen. Gewoon mentaal met elkaar hebben we niet kunnen brengen wat nodig is voor dit soort wedstrijden.